Dames en heren, met heel veel genoegen mag ik Hubert Smeets als onze eerste spreker aankondigen. U moet wel onder een steen leven als u hem niet kent. Uit de dagbladspers en van tv. We hebben hem niet uitgenodigd als oud-lid van de PSP. En dat is niet de Parkinson Patiëntenvereniging. Maar als Rusland- en Oekraïne-kenner. Een expertise die ons in deze tijd meer dan ooit van pas komt. Onder zijn publicatie vindt u het boek onder de veelzeggende titel De Wraak van Poetin. Rusland contra Europa uit 2015. Kan het actueler? Met heel veel genoegen denk ik terug aan het leerzame telefoongesprek waarin ik de spreker vroeg uit pure onkunde naar de minachting voor het mensenleven, naar de vreedheid die in de Russische cultuur een veronderstelling die gezaghebbend werd gecorrigeerd in een ampele uitleg, het duurde even, buitengewoon leerzaam, dank daarvoor, over horigheid en burgerschap. Ik voel hier een spanningsboog met de titel van de laatste spreker, ook de vijand is een mens. Dames en heren, ik geef graag het woord aan Hubert Smeets, een Europese oorlog, horigheid en burgerschap in Rusland en Oekraïne. Succes. Ja, dat. Nee, wacht even. Oh ja. Dank u zeer. Ik ben inderdaad lid geweest van de Pacifistisch-Socialistische Partij. Die Parkinson-patiëntenvereniging waar u eerder over hoorde. Dat was in de jaren 70. Ik schaam me er niet voor. In de jaren 90 was ik correspondent voor NRC Handelsblad in de Sovjet-Unie en woonde ik in Moskou. En een van de consequenties daarvan is dat ik naar de Oekraïne altijd gekeken heb. Ik laat nu al weten, de Oekraïne. En daarom maak ik al mijn eerste fout. Dat ik altijd naar Oekraïne heb gekeken met een Russische bril. Ik werd beïnvloed door mijn omgeving in Moskou. Door de grachtengordel, zou je kunnen zeggen. Dus ook ik zag Oekraïne als een land van kozakken. Rare lui die brieven schreven aan de sultan van het Ottomaanse Rijk. Zoals hier vertaald in het Nederlands. Heel modern. Ook heel grof. Ik keek naar Oekraïne als een land van de buurtjes van Buten. Als luiwammersen die nooit iets uitspookten en altijd onder de wrokken van het grote Russische broedervolk hun dingetjes deden. Ik keek naar Oekraïne als een land dat gecollaboreerd zou hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers. Ook ik dacht dat alle Oekraïners John Demjanjuk heten. En ik keek naar Oekraïne als het land dat de bakermat van de Russische orthodoxie vormde en daarmee logischerwijs een Slavisch broedervolk van de Russen was. Onbewust was ik beïnvloed door een uitspraak van Lev Gumilev, de zoon van Anna Akhmatova, een van de meest verlichte dichters in de Russische literaire geschiedenis. Gumilev zei ooit, als een Oekraïner begint te denken, dan wordt hij een Rus. Maar ook ik heb mijn keerpunten gehad. En een van de keerpunten was de Oranje Revolutie van 2004. Waarin de Oekraïnse bevolking op straat het voor elkaar kreeg om frauduleuze verkiezingen herroepen te krijgen. Uiteraard de burgerprotestbeweging Maidan in 2013-2014. En, voor mij het allerbelangrijkste, de oorlog, de eerste militaire interventie van Rusland in de Donbass. In de zomer van 2014, waar ik toen rondliep. Ik wil gaan uitleggen aan u waarom Rusland en Oekraïne wel broedervolkeren zijn, maar niet hetzelfde. De basis voor deze oorlog die Poetin nu voert, is het Russische imperialisme en de onverwerkte dekolonisatie sinds de ontmanteling van het Sovjet-Russische Rijk in 1991. Vandaar dat Poetin in de winter van 2022... aan de vooravond van de oorlog durfde te zeggen, wij Russen, wij gaan onze broeders in Oekraïne bevrijden.
We gaan het demilitariseren en denazificeren. Dat was een falikante mistaxatie van Poetin, zoals we nu weten, omdat hij geen rekenschap zich had gegeven van de basis van het Oekraïense verzet. Het Oekraïense verzet dat zich baseert op een eigen Oekraïense geschiedenis, die inderdaad deels verbonden is met Rusland, zowel negatief als positief, maar deels ook met Europa is verbonden. Het is een grensland, Oekraïne, dat ligt in het hart van Europa. Want als je de grens, een lijn trekt tussen Lissabon en de Oeral, dan kom je in Lviv uit. Lvov, West-Oekraïne. En vandaar ook dat Zelensky zei in maart 2022, na de inval van Rusland, toen hem door de Amerikanen een vluchtroute werd aangeboden naar Europa, ik heb geen lift nodig, maar munitie. Oekraïne ziet zich als voorpost en frontlinie van ons democratisch Europa. Kortom, Rusland en Oekraïne zijn geen broederlanden. Ze zijn het niet meer. Maar waren ze het ooit? Ten dele wel. Maar er zijn ook heel veel verschillen. En die wil ik gaan benadrukken in deze tijd van de oorlog. Eerst het Russische perspectief. Het Russische perspectief, ik zei het al, wordt mede bepaald door de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Een ondergang die voor Poetin ook het einde heeft betekend van het, in zijn woorden, historische Russische Rijk. En dat historische Russische Rijk gaat volgens Poetin terug naar 988. Naar de kerstening van het Russische volk in Kiev notabene. Volgens Poetin heeft Rusland sindsdien een duizendjarige geschiedenis doorgemaakt waarin de expansie van het Russische Rijk over een groot grondgebied, het grootste grondgebied ter wereld dat zich nu nog in één staat bevindt, en dat die expansieve politiek, die was logisch volgens hem. Die was noodzakelijk volgens hem en die was goed volgens hem. Imperialisme in de Russische geschiedenis is eigenlijk een conditio sine qua non voor de gemiddelde Russische politicus. Catharina de Grote zei het ooit, hoe kan ik Rusland het best verdedigen? Door mijn grenzen te verleggen. En dat heeft ze gedaan en dat hebben na haar nog meer leiders in het Kremlin of in de Hermitage in Petersburg gedaan. Dat Kiev de bakermat van de Russische orthodoxie is, dat betekent bijvoorbeeld dat Moskou zich de baas voelt over Kiev. En zo heeft Poetin het ook beschreven in een essay dat hij geschreven heeft in 2021, in de zomer van dat jaar, een jaar geleden dus, anderhalf jaar geleden nu, waarin hij onder de titel Eén Volk uitlegde dat sinds 988 Groot-Russen, een andere naam voor de huidige Russen, Klein-Russen, een Russische naam voor Oekraïners, en Wit-Russen, de bewoners van het huidige Belarus, zijn verbonden door één taal, één religie en één cultuur. Kortom, dat die drie volkeren één volk vormen met, ik citeer Poetin, één doel. In het Duits zou u er nog een ander woord bij bedenken. Dat van één leider. En zo ziet Poetin zichzelf ook, al zal hij dat woord leider niet noemen. Volgens Poetin is daarom ook het Oekraïense nationalisme niet authentiek, niet waarachtig. Het idee dat Oekraïne een soevereine staat is, is het gevolg van een westers complot. Het nationalisme in Oekraïne is volgens Poetin gevoed, willens en wetens, door respectievelijk Oostenrijkers, Polen, Nazi-Duitsers en Amerikanen. Zij hebben dat nationalisme in Oekraïne gevoed, aldus Poetin, omdat ze een bruggenhoofd wilden vormen en wilden hebben en houden tegen Rusland. Volgens Poetin is de hele wereld tegen Rusland en zijn dus alle politieke leiders buiten Rusland ook tegen hem. Oekraïne is daar slechts een voorbeeld van, maar wel het belangrijkste voorbeeld, omdat Klein-Russen eigenlijk bij de Groot-Russen horen. En daarom is er volgens Poetin sprake van een soort van burgeroorlog in Oekraïne. En daarom is er volgens Poetin sprake van genocide tegen de Russisch sprekende in Oekraïne door, zoals hij het noemt, het regime in Kiev. En daarom is er ook volgens Poetin sprake van een oorlog met het Westen. Het Westen dat in zijn ogen decadent is, omdat het de christelijke waarden niet meer volgt, maar ook totalitair liberaal.
Voor de politiek filosofen onder u is dat een beetje ingewikkeld om te combineren, die twee woorden, totalitair en liberaal. Maar het is datgene wat Poetin van ons denkt. De bottom line in deze hele oorlog van Poetin is dus het herstel van het Russische Rijk. Revanche nemen, wraak nemen op de ondergang van de Sovjet-Unie, van het historische Rusland in. Pardon, nu gaat het fout. Gaat het goed? Ja. In 1991. Het wordt een puinhoop hier, neem me niet kwalijk. Daar staat uiteraard een Oekraïens verhaal tegenover. En daar zou ik op dit moment iets meer nadruk op willen leggen dan op het Russische verhaal. Het Oekraïense perspectief is inderdaad, Kiev is de bakermat van de orthodoxie. En dat betekent dat Kiev ook oudere rechten heeft. U ziet hier een plaatje uit de Oekraïense propaganda waarin dat wordt geïllustreerd. Toen wij in Kiev grote kathedralen bouwden, toen wij de orthodoxe theologie ontwikkelden tot een hoog niveau, dat kon concurreren met de Rooms-Katholieke theologie, toen liepen ze in Moskou in berenvellen rond. Een ander perspectief van de Oekraïners is dat Oekraïne een land is waar de vrije boer, de vrije mens, van oudsher zich thuis gevoeld heeft. En dat wordt in de Oekraïense perspectief gekoppeld aan het bestaan van de Kozakken. Kozakken, u zag misschien het eerste plaatje, u kunt zich dat herinneren. De Ottomaanse sultan van repliek diende op een manier die nogal grof was, maar wel effectief. Kozakken die hun eigen democratische structuur hadden, die decentraal georganiseerd waren, die eens in de zoveel tijd een eigen hetman, leider, kozen. Uit hun eigen midden, die dat ook niet eeuwig kon blijven, maar slechts tijdelijk was. Die Kozakken vormden het hart van het Oekraïne dat nu nog steeds bestaat. Ze woonden toen, in de tijd, in Zaporizhzhia, een plek die nu bekend geworden is door de aanvallen op de kerncentrale daar in de buurt. Een tweede aspect van de Oekraïense eigenheid is de verhouding tot Rusland zelf. Oekraïners hebben zich eigenlijk altijd bedonderd gevoeld door de Russische tsaren. En dat begon in 1654, toen Oekraïners bescherming zochten tegen de Polen, en die ook kregen van tsaar Alexei, maar vervolgens bedonderd werden door Moskou toen nog, omdat de tsaar die bescherming zag als overheersing en niet als een tijdelijke alliantie. Een belangrijk aspect ook in de Oekraïense eigenheid, en dat is het thema wat in mijn titel stond en staat, is de vraag of in Oekraïne van oudsher eerder boeren die vrij waren woonden of lijfeigenen, horigen. En dit is mijn stellige overtuiging, een van de allerbelangrijkste sociaal-economische verschillen tussen Rusland en Oekraïne. In Rusland is de horigheid begonnen toen hij in Europa ongeveer ophield te bestaan. Toen wij, Nederland is een beetje een uitzondering, omdat Nederland nooit heel veel diepe horigheid heeft gekend, maar toen wij in Europa afstand gingen nemen van de onvrije boer, begon tsaar Peter de Grote ermee. Oekraïne is een gebied waar die horigheid minder is uitgemond in echte keiharde lijfeigenschap, laat staan slavernij, dan in Rusland. In Oekraïne heeft de horigheid zich altijd op een milder niveau afgespeeld en in sommige gebieden helemaal niet. Namelijk het gebied wat later gekoloniseerd is door Catharina de Grote, die zich het niet meer kon permitteren om daar onvrije, horige boeren te laten vestigen, maar die het nodig had om vrije boeren de grond te laten bewerken. Die horigheid die milder was in Oekraïne, heeft in Oekraïne ook geleid tot een bewustzijn van een vrije boerenstand dat vele malen dieper gaat dan het boerenbewustzijn in Rusland. En zo werd dat ook in Rusland gevoeld. Want de Russische izba, de Russische boerenhoeve, ziet er anders uit zelfs dan de Oekraïense gata, de Oekraïense boerenhoeve. De Oekraïense gata is een gemeenschap in zichzelf, waar mensen hun eigen zaakjes regelen zonder continu te vragen en te luisteren
naar de centrale macht in Petersburg of Moskou. Deze vrije boerenstand in Oekraïne heeft een eeuw geleden tot een groot drama geleid in de Oekraïnse geschiedenis. Het woord van wat bij dat drama hoort is Holodomor. Holodomor is het beste te vertalen met hongersmoord, hongersnood in het Nederlands. De Holodomor heeft geleid tot 5, 6 miljoen slachtoffers in Oekraïne en was het directe gevolg van het besluit van Jozef Stalin in 1929 om de landbouw in de Sovjet-Unie te collectiviseren. Die collectivisatie van de landbouw werkte overal in de Sovjet-Unie, behalve in Oekraïne. De vrije boeren die ik net noemde, die boeren die minder horig waren dan de Russische boeren, weigerden zich neer te leggen bij het besluit van Stalin dat iedereen zich zogenaamd vrijwillig moest voegen in een kolchoze, besloten om hun graan en andere opbrengsten van het land voor zichzelf te behouden, waarna er een terreurcampagne kwam van de Russische Sovjet-geheime dienst, die leidde tot een hongersnood die, zoals ik al zei, bijna genocidale vorm heeft aangenomen. 6 miljoen Oekraïners moesten het leven laten, niet alleen op het platteland, maar vooral ook in de stad, in Kharkov bijvoorbeeld. Die Holodomor was en is in Oekraïnse ogen een vorm van genocide. Natuurlijk, ook Oekraïners erkennen dat de hongersnood zich ook voltrok in bijvoorbeeld het Wolga-gebied in het huidige Rusland. Of in de steppen van Kazachstan. Maar ze vinden het een genocide in Oekraïne omdat in de woorden van Stalin, maar niet alleen in die van Stalin, ook van Lenin, zijn voorganger in de partijtop, de collectivisatie van de landbouw doelbewust gericht was tegen de Oekraïnse vrije boer. Er zijn tal van teksten van Lenin waarin hij grapjes maakt en ook haat uitspreekt tegen de Oekraïnse vrije boer, die in zijn ogen per definitie een klassevijand zou zijn van het communisme in de Sovjet-Unie. En bovendien, ook een reden voor Oekraïne om de Holodomor als een genocide te zien, was het niet één Holodomor in Oekraïne in de begin jaren 30, maar waren er twee. Ook toen, dankzij het duivelspact tussen Stalin en Hitler in 1939 en later in 1945 definitief het westen van Oekraïne betrokken werd, geïncorporeerd werd of geannexeerd werd door de Sovjet-Unie, ook toen voltrok zich een kleinere Holodomor in het westen van Oekraïne, in Galicië en Bessarabië. De Oekraïnse identiteit komt ook tot uiting in een hele pluriforme religieuze cultuur. In Oekraïne is niet één kerk, zoals in Rusland, dominant, leidend, de Russische Orthodoxe Kerk. Nee, in Oekraïne zijn er verschillende kerken. Sommige zijn Rooms-Katholiek, althans in hiërarchische zin, andere zijn Oosters-Orthodox. Het gevolg van die pluriformiteit is dat in Oekraïne altijd er sprake is geweest van een soort van verzuiling, om in Nederlandse termen te spreken. Een noodzaak om met elkaar door één deur te kunnen. Dat heeft in Oekraïne geleid tot, zou je kunnen zeggen, een elementaire tolerantie ten opzichte van andersdenkenden, die in Rusland veel minder zich ontwikkeld heeft. Deze kardinale verschillen tussen Rusland en Oekraïne leiden ertoe dat in Oekraïne de burgers zich sinds ze onafhankelijk werden in 1991 steeds minder Rus gingen voelen. Steeds minder het kleine broertje van het grote broedervolk in het noorden gingen voelen. Dat kostte tijd, dat ging niet vanzelf. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat de secretaris van de Communistische Partij in Georgië openlijk zei op een congres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, ik haal het grapje aan om even aan te geven hoe diep dat gemoed was ontwikkeld in de Sovjet-Unie, dat de Russen dominant waren, dat die secretaris van de Georgische Communistische Partij zei, men zegt, kameraden, men zegt, ik probeer hem na te doen, dat de zon in het oosten opgaat. Maar voor ons in Georgië gaat de zon op in het noorden, in het land van Lenin. Deze secretaris van de Georgische Communistische Partij luisterde naar de naam Eduard Shevardnadze, de latere minister van Buitenlandse Zaken
van Gorbatsjov en in onze ogen een van de medebevrijders van Oost-Europa. Dus het was niet zo simpel om in één stap van die ondergeschiktheid en die horigheid, onderhorigheid aan Moskou of Petersburg over te gaan naar een zelfbewuste burgerschapscultuur. Dat is wel gebeurd de afgelopen 30 jaar in Oekraïne. Dat heeft heel veel belangrijke conflicten met zich meegebracht, maar de rode draad in de geschiedenis van Oekraïne afgelopen 30 jaar is dat Oekraïners zich verbonden zijn gaan voelen met de Oekraïnse staat. Er is tal van sociologisch onderzoek waaruit dat blijkt. Bijvoorbeeld in de Sovjet-tijd beschouwden Oekraïners zich meer verbonden met de stad of het platteland waar men woonde dan met het land Oekraïne. Sinds de jaren 15 verschuift dat. En zeggen Oekraïners op de vraag waar ze bij horen, niet ik kom uit Kiev of ik ben van Odessa, maar ik ben een burger van de staat Oekraïne. En juist deze ontwikkeling van een Oekraïns staatsburgerschap, dat mede gebaseerd is op die vrijheid en die eigenheid van de Oekraïnse geschiedenis in de eeuwen daarvoor, juist deze eigenzinnigheid en dit zelfvertrouwen dat Oekraïners gekregen hebben de afgelopen 30 jaar, is datgene waar Poetin zo boos en woedend om werd. Het is deze beslissing van Oekraïners om zich af te wenden van de bescherming van Moskou, om zich te onttrekken aan de rokken van de president in het Kremlin, die hem kwaad maakt. En dat begon niet toevallig in november 2013, toen de Oekraïnse bevolking de straat opging, omdat de Oekraïnse bevolking wilde horen bij Europa. De kern, het sleutelmoment in de geschiedenis van Oekraïne de afgelopen 30 jaar, is de beslissing van de toenmalige president Janukovych om geen associatieverdrag te sluiten met de Europese Unie. Dat deed hij om een simpele reden. Hij had in de tussentijd een lening gekregen van $17,5 miljard van Rusland. En een deel daarvan kon hij in zijn eigen zak steken. Kort gezegd werkt corruptie zo. 1/3 voor de baas, 1/3 voor de regionale chef en 1/3 voor de president. Dus 17,5 miljard, 1/3 daarvan, u kunt het zelf uitrekenen. De Oekraïnse bevolking en met name de jeugd, de studenten, accepteerden deze geschonden belofte van Janukovych niet en gingen de straat op. En de Maidan, u kent het begrip misschien, was een feit. Die Maidan was eigenlijk al meteen een uiting van die eigenheid van de Russische geschiedenis, van de Oekraïnse geschiedenis, die ik net heel kort geschetst heb. De Maidan, een groot plein in het centrum van Oekraïne, in het centrum van Kiev bedoel ik, leek een beetje op een Kozakkenkasteel. Op de Svits, de vesting van de Kozakken in Zaporizhzhia. Er waren ook andere uitingen in de Maidan die herinnerden aan de eigen geschiedenis van Oekraïne. De besluitvorming was decentraal, niet top-down vanuit het centrum. Er waren allerhande burgerlijke managementvormen. Er was sprake van een civil society. En er was sprake ook van individuele vrijwilligersbataljons, gewapend, ongewapend, die bereid waren om het centrum van de stad te verdedigen tegen de oproerpolitie, toen nog van Janukovych. Alles wat er nu gebeurt in Oekraïne heeft zijn oorsprong in die Maidan van 2013-2014. Poetin wil die geschiedenis terugdraaien en hij denkt, omdat hij een andere kijk heeft op de geschiedenis, maar vooral ook omdat hij uit is op revanche, hij denkt dat hij daarin zal slagen met geweld. Het probleem is dat deze calculatie van Poetin vermoedelijk onjuist zal blijken te zijn. Hij is al onjuist gebleken. Poetin was uit op een blitzkrieg, op een operatie van 7 dagen, en hij hoopte dat de Oekraïnse bevolking met bloemen, brood en zout langs de kant van de weg zou staan om zijn soldaten te ontvangen als bevrijders. Hij kreeg een keihard verzet van de Oekraïnse zijde. En hij kreeg het nog meer de afgelopen half jaar. Hij heeft moeten aanzien, hij zal het ontkennen, hij zal het proberen weg te moffelen, hoeveel meer landen uit de voormalige koloniale invloedssfeer van het Kremlin
zich langzaam maar zeker aan het terugtrekken zijn, uit zijn invloedssfeer. Hoe langzaam maar zeker ook andere republieken, die vroeger bij het historische Rusland hoorden, proberen zich uit de voeten te maken. Bijvoorbeeld de Centraal-Aziatische Republieken, bijvoorbeeld Kazachstan. Dat leidt ertoe dat op dit moment een van de allergrootste problemen niet zozeer is wie de oorlog zal winnen in Oekraïne. Want de vraag is eigenlijk wel al te beantwoorden. Oekraïners zullen deze oorlog zeker in morele en politieke termen winnen. De vraag is vooral wat er gaat gebeuren als Rusland de oorlog verliest. De Russische samenleving is niet toevallig een samenleving zonder publieke ruimte. Daar waar in Oekraïne een civil society bestaat, een decentrale bestuurlijke structuur bestaat, een individuele verantwoordelijkheid van de burger bestaat, daar waar in Oekraïne de vrije boer wordt geëerd en zich ook nog steeds manifesteert in de structuur van de samenleving, daar is Rusland een leeg land geworden na 20 jaar Poetin. Een land zonder publieke ruimte. Een land zonder maatschappelijk middenveld. Een land waar de oppositie is gevlucht of in de gevangenis is opgesloten. Een land waar de economie wordt geleid door een maffia-clan die inmiddels in een bunker leeft met navenante mentaliteit. Een land ook waar geen politiek alternatief is voor de huidige heersende macht. Waar alleen een paleiscoup of een militaire staatsgreep uitkomst zal bieden. Daarom is deze oorlog tegen Oekraïne niet alleen een oorlog tegen onze maatschappelijke orde in Europa. Is die oorlog niet alleen een culturele oorlog tegen de Oekraïnse eigenheid en tegen de Oekraïnse burgers hier en nu. Het is eigenlijk ook een oorlog tegen Rusland zelf. Dat maakt de oorlog in Oekraïne niet alleen een oorlog tussen twee staten, maar ook een oorlog tussen twee mentaliteiten en uiteindelijk een oorlog die ons heel diep zal gaan raken. Als u wil weten welke datum in uw agenda moet zetten om te kunnen volgen wanneer de oorlog voorbij is, dan adviseer ik u die agenda aan uw kleinkinderen te geven. Dit gaat nog 1 à 2 generaties duren. Dank u zeer.